Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en Gilde Opleidingen Venlo. Deze week mag Navenant Kookt weer een kijkje nemen in de keuken van de Gilde Opleidingen in Venlo. De examens zijn inmiddels van start gegaan, waarbij de studenten van de gildeopleidingen worden getest op hun vaardigheden in de keuken en in het restaurant. SVA-meesterkok Matje van Houten heeft tussen de examens door de keuken weten te bemachtigen en laat ons deze week 5 smakelijke gerechten zien die als menu geserveerd kunnen worden. Welkom bij Navenant Kookt. Vandaag gaan wij een bavois maken. Een bavois taartje om precies te zijn. Met kersen. Het seizoensproduct, mooie kersen die we een siroop van gaan maken, een soort coulis met wat verse kersen erin. En daarbovenop komt een bavois taartje met kersen op basis van hardewener en biscuit. Daarbovenop een mooi licht geleitje. Voor een bavois hebben we nodig verse eieren, vanillestokje, suiker, melk en room. Ik maak een bavois op basis van 2,5 deciliter melk. Nou, even de melk gewoon lekker. Wel, precies werken. Het is patisseriewerkzaamheden. Dat komt vrij nauw. 2,5 deciliter en ook 2,5 deciliter room. 2 eigeel, 100 gram suiker en een vanillestokje. Op 2,5 deciliter doen we 3 blaadjes gelatine. Nou, 3 blaadjes mooi los van elkaar gehaald en die ga ik in het koude water ga ik die weken. Even oppassen. Liefst lekker met vers eigeel werken, omdat die lactine wat erin zit ook mooi zijn binding kan afgeven aan de melk. Nou, doen we er 100 gram suiker bovenop. En dan gaan we dat heel even een beetje roeren. Klein druppeltje melk. Dan mengt het geheel zich heel makkelijk. Pas op dat je eigeel en suiker niet laat staan op elkaar, want dan krijg je zogenaamde brand. Dat wil zeggen dat de suiker een chemische reactie gaat krijgen op het eigeel. Ja, en dan krijg je net van die hele harde klontjes eigeel krijg je in je massa. Die krijg je er dus niet meer uit. Dan kun je eigenlijk opnieuw beginnen. Dus even goed doorroeren. Nou, dan doen we de melk in een pannetje. En een klein beetje suiker doen we erbij. Even doormidden snijden. Het merg gaan we toevoegen. Aan de eigeelmassa. Even kijken wat hij hem heeft. Yes. Kijk eens aan. Mooi vers merg in die massa. En het boontje gaan we gewoon aan de melk toevoegen. Nou, deze roeren we even door. En de melk die gaan we mooi op klein vuur aan de kook brengen. Met een kleine massa gaat het allemaal toch vrij snel. Hoe groter de massa wordt, hoe langer het natuurlijk gaat duren. Nou, even kijken met de gelatineblaadjes, die zit ik hier. Kijk eens aan, die beginnen ook mooi, zijn mooi zacht en mooi te verwerken. Nou, je ziet al weer die kwalm die komt uit die pan. Dat wil zeggen dat je alweer bij een temperatuur van 75, 80 graden is. Eigeel moet altijd goed verwerkt worden. Nou, ik zie hier dat de melk kookt.
goed laten doorgaan. Kijk eens dan. Melk kookt, klein zetten. Wat je dan doet, is onder voortdurend roeren op die eigeel suikermassa gieten. Blijven roeren, dat is zo belangrijk. Wat je dan doet, is deze massa terug in de pan. Deze bak zet ik meteen op het ijswater. Kan die straks meteen goed doorkoelen. Want deze compositie, zoals wij dat zo mooi noemen, gaan we even terug op het vuur zetten. Zodat het eigeel, die lectine, zijn binding kan afgeven. Waardoor je een veel mooiere bavois gaat krijgen. Want een bavois waar de lectines in gebonden hebben, heeft een heel andere structuur en textuur. Dat is veel mooier. Heel even. Nou, hij is er. Je ziet die damp, als je goed kijkt, zie je die damp uit die pan komen. En je ziet ook dat die massa heel licht gelieerd is, dat die heel licht gebonden is. Blijven doorroeren. Zou je dat niet doen, krijg je toch nog roerijen op de bodem van de pan. En dat is niet de bedoeling. Zie je straks ook meteen terug in je bavois. Dat is hartstikke jammer. Nou, kijk eens aan. Mooi gebonden. Daar gaat hij er meteen op. En mag deze massa gaan koelen. Nu meteen gelatine toevoegen. En doorroeren. Klaar is hij. Dit gaat, ja, denk ik toch wel een tijdje duren. Even mooi opvullen. Resterende water. Zodat de massa mooi hangend kan gaan worden. De room. En dan gaan we die room even opkloppen. Lobbig dik, zeg maar yoghurtdikte. Gaan we verwerken onder de compositie. Wat ook belangrijk is dat je room niet te verse room pakt. Als het te vers is, krijg je hem ook niet mooi stijf geslagen. En room heeft een vetgehalte van 36%. Waar de meesten ook een fout mee maken vaak vandaag de dag, is dat ze gewoon cuisine room de cuisine of keuken room pakken of een alternatieve room. Maar dat is geen slagroom, dat is geen room die je kunt opkloppen. Dat zijn roomvervangers, roomverfijners voor bijvoorbeeld in een soep of in een saus. Dus voor een bavois altijd echte room gebruiken. Nou, dan gaan we verder met het afmaken van ons harlewijner. Harlewijner kun je natuurlijk ook kant-en-klaar kopen, maar is ook heel makkelijk te maken. 3, 2, 1 en een eitje. Klein beetje zout en je hebt een mooi harlewijner. 300 gram bloem, 200 gram boter, 100 gram suiker. Even snel, kort en krachtig mengen. Uitrollen, met 180 graden afbakken en je hebt een heel mooi harlewijner. Nou, een biscuit. 4 keer 200. Eieren, suiker, boter en bloem. Koude bereiding of warme bereiding. Je krijgt een hele mooie biscuit rollé. Ik heb hiervoor de warme bereiding gebruikt. Wat ik ga doen is mooi drie rondjes uit de biscuit halen. En die gaan we tremperen. Dat houdt in dat ik wat kersensiroop op een plaatje doe. Met een heel klein beetje crème de cassis. Dat gaan we heel even een klein beetje mengen. En dan doe ik daar die bodempjes heel even zo lekker indeppen. Zodat die zich kunnen volzuigen. Dit noemen we tremperen. Dan gaan we de harlewijner met een mooie marmelade, oftewel een abrikozenjam, gaan we licht bestrijken. Hier. En dan gaan we daar die biscuit mooi opleggen. Wat ik daar doe, is weer de steken pakken. En mooi uitsteken.
En dan hebben we dus eigenlijk als bodem een mooie harde wener. Daarop geabricoteerd. Dan een biscuit die we weer hebben getrempeerd met een mooie siroop van cassis, kersen, wat je maar wil. Dan gaan we eens even door die bavoismassa heen. Even goed doorroeren. Kijk eens aan. Die mooi lobbig gaat worden. Slagroom is reeds geklopt. Mooie yoghurtdikte. Niet te stijf kloppen. Je mooie dikte aanhoudt. Nou, dit gaat niet meer zo gek lang duren. Dat moet je nu heel goed in de gaten houden. Dit is ja, binnen een minuutje, anderhalf minuut, is het zover. Laat je er 2-3 minuten overheen gaan, heb je dadelijk 1 klont gelatine in je bak zitten. En dat is niet de bedoeling. Dan moet je hem weer gaan verwarmen. Moet je weer gaan doorwerken en dat het, is niet hoe het hoort. Als je nou hierin kijkt. Dan zie je inderdaad dat die mooi begint op te stijven. Begint een heel stuk dikker te worden. Nou, hij is er nog niet helemaal. Het zal een half minuutje duren en dan zal die klaar zijn. En op de juiste wijze bereide bavois stijft in principe ook zo op. Kun je hem binnen een uur, anderhalf uur kun je hem eigenlijk eten, kun je hem verwerken. Nou, hier zie je nou wat ik bedoel. Als je nou kijkt in die bak, zie je dat dat echt zo dik begint te worden. Het is eigen chaleren. Nou, en dit is de bedoeling. Dan houd het wel in dat je hem even heel goed moet doorroeren. En nu heeft hij die kou gehad. Nou, kijk eens aan. Dan gaan we de room toevoegen. Eerst verwerken we even met een spatel. Je ziet ook hoe mooi dik dat die nou meteen is. Wat ook leuk is, als je je room... Dit is een gewone bavois. Je zou ook gewoon een kwarkbavois kunnen maken, oftewel een yoghurtbavois. Dan doe je gewoon 1/3 van je room doe je vervangen door yoghurt of door kwark. En dan heb je dus meteen een kwark, oftewel een yoghurtbavois. Even het laatste met de gaar. Je ziet gewoon die dikte nou van die massa. En zo moet je zijn. Moet je hem wel ook meteen verwerken. Want hier kan niet te lang overheen laten gaan. Nou, als laatste druk ik een paar mooie kersen die ik even doormidden heb gesneden. Die druk ik er nog mooi zo in. Krijg je toch meer dat die blijven zwemmen. Ze gaan hier toch helemaal beneden zitten. Nou, 1, 2. Kijk eens aan. Ja. Mooi de koelkast in. En dan komt straks de gelei erbovenop. Nu gaan we nog een geleitje maken voor straks dat taartje mooi mee af te geleren. Ik gebruik daar een heel klein beetje crème de cassis voor. Ik gebruik een beetje kersensiroop. Je moet in ieder geval 1 deciliter hebben. Er komt straks ook 1 blaadje gelatine bij. En ik doe een beetje vocht van de Amarena kers. Heeft ook een beetje meer die diepgang. Ja, hartstikke lekker. Dit geheel in een pannetje. En dan ga ik hem aan de kook brengen. Gelatine blaadje heb ik reeds weer in de koud water gelegd. En dat is eigenlijk alles. Ziet, heeft gekookt, is mooi warm. En dan doe ik het gelatineblaadje weer even uit. En die doe ik in de warme vloeistof. Daarna ik hem gewoon mooi meng. Ja, je ziet er niks meer van. Lost meteen op. Nou, geen gekke dingen mee doen. Zet ik onder de werkbank om straks mijn taartje mee af te werken. Dan ga ik een mooie coulis maken. Van verse mooie kersen. Een paar kersjes even ontpitten. Dat is een mooi ontpittertje even. Dan gaan we suiker koken. Waar we deze eigenlijk als een crêpe suzette, wat we normaal met sinaasappel doen, gaan we nu maken met kersen. Dus ik ga deze suiker licht karamelliseren. Dat doe ik. Door mede van de suiker heel licht te bevochtigen met een beetje water. Suiker is echt hygroscopisch, dus dat hoeft maar heel weinig te zijn.
zo. En dan ga ik hem op het vuur zetten en dan kom ik er niet meer aan. Nou, ik maak heel even een kleine garnering. De suiker is mooi in karamelliseren, die is lekker tot een mooie dikke suikersiroop. Het geeft ook de mogelijkheid, je ruikt dat al, dat hij langzaam eraan begint te komen. Dan gaan we die suiker daar even in en dan laten we die kersen mooi uitlekken. Krijg je zo'n heel dun suikerlaagje eromheen, lekker crispy. Nou, dan zet ik hem even terug weer in de suiker. Nou, de resterende ga ik even wat versnellen, mooie karamel van maken. Wees voorzichtig met deze temperatuur, want dit is gigantisch warm. Dat gaat tot, als je een mooie karamel hebt, tot 280 graden. Dan wil je echt niet aan verbranden, want dat schiet niet op. En ook hier weer moet je oppassen, op het ogenblik dat het begint te karamelliseren, is het ook zover. Want door die hitte, dat zie je, trekt die ook gewoon weg, echt door. Dan zie je dus dat je een echte mooie karamel hebt. Je ziet meteen hoe dat doorgaat. We gaan nu de kersen toevoegen. En op het vuur terug. Even lekker karamelliseren. Dan blus ik ze met een beetje crème de cassis. Een heel klein beetje kersen, of siroop. Geen likeur, maar siroop. En natuurlijk voor de frisheid geef ik wat citroen. En een touch van sinaasappel mee. En ook de citroen. Hop. Nou, dan ga ik dit even mooi laten loskoken. Je krijgt nou een hele mooie heldere coulis. Nou, dan gaan we de taartjes, heb ik uit de koelkast gepakt. Zijn mooi klaar in die zin. Dan gaan we ze opgieten met de gelei. Weer de koelkast in. Zullen weer een kwartier, 20 minuten moeten wachten. Dan zijn ze ook hartstikke mooi opgesteven en kunnen we hem lekker gaan serveren. Nou, dan zijn we zover om het nagerechtje, de kersentaartje, met de mooie kersen in zijn coulis gaan af te maken. Nou, dan ga ik hem eerst verstorten. Goed warm water gebruiken. Mesje goed warm maken. En dan langs de rand van het vormpje even goed langs gaan. Nou, wat ik dan ook doe is even beneden scherpe punt inpakken. Even goed dan langs dat hij los is. Nou, nog een keer even goed erlangs. En dan kun je als het ware rustig optillen. En daar hebben we het taartje. Het taartje zetten we in het midden op het bord. Je ziet ook mooi die opbouw nou. Van harde wener, biscuit wat getrempeerd is. Je bavois met je kersen erin. En daarbij ook de mooie gelei die erop ligt. Nou, ze zijn ook mooi koud nou. Dan gaan we deze gewoon mooi ernaast dresseren. Stuk of 5, altijd oneven werken. Nou, de coulis. 2 lepeltjes eromheen. 2 zetten we er gewoon mooi bovenop. En ik heb een beetje citroencres. Nou, dat doen we een klein beetje. Zo boven erop leggen. Een beetje tegenaan. En dan maken we dit gerechtje klaar. Nou, dan hebben we hier het mooie kersentaartje. Verse kersencoulis. Mooi gekarameliseerde kersen erbij met een kraak. Wilt u dit onnoemelijk mooie kersengerecht nakoken? Kijk dan op de site of op onze app van Navanant Kookt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans & Dranken en Gildeopleidingen Venlo.